Parkeren in Benedenstad Nijmegen gaat misschien 30 euro kosten. Een voorstel van de gemeente om overlast rond Kronenburg Park en het Joris Ivensplein terug te dringen. Het gaat heel erg over herrie, over gedeeld zien worden. Dus het is ook over een onveilig gevoel dat wordt ervaren door mensen die daar wonen. Iedereen kan rondom het plein parkeren tegen betaling. Na 11 uur 's avonds is parkeren gratis. Dit trekt meer auto's aan en de overlast neemt toe. Stadsbezoekers een parkeerdagkaart voor 30 euro laten kopen zou dit probleem moeten verhelpen. Ik vind het goed. De gemeente onderneemt actie om de overlast tegen te gaan, die door geparkeerde auto's veelal wordt veroorzaakt. Ja, dat vind ik wel een beetje buitenproportioneel. Ik ervaar nauwelijks overlast van het plein hier. Nou, hier op het Joris Ivensplein lijkt me dat een uitstekend idee. Omdat bewoners hier wonen nauwelijks de auto kwijt kunnen. En 30 euro voorkomt dat mensen die hier bezoeken willen parkeren. Overdag zijn hier wat jongeren aan het skaten en dergelijke. Dat is juist hartstikke leuk en heel positief. 'S Avonds is het een ander verhaal. Dan heb je wel overlast ook van jongeren. Het plein wordt door sommige Nijmegenaren ervaren als een fijne ontmoetingsplek. Maar door de strenge aanpak dreigt ook dit verloren te gaan. Er zijn jongens bij die gewoon een huisje hebben, maar die financieel een beetje moeilijk hebben wat het eten betreft. En dan gaan ze hier boven bij het kapelletje. En dan gaan ze 's middags eventjes tussen 2:30 en 4:30 gaan ze een boterhammetje eten, een kopje soep eten en dan komen ze hier weer terug. Maar voor de velders overlast hebben, nee, helemaal niks. Maar we worden wel gepakt. We werden wel gepakt dat we hier stonden, maar 7 man, alle 7 een bekeuring. Ook VVD Nijmegen ziet de hoge parkeerkosten niet als oplossing. Jongens die overlast verzorgen, jongens en meisjes, ja, die blijven toch rondjes rijden. Daar los je dit helemaal niet mee op. Dus ja, onze oproep zou zijn, in plaats van het parkeerbeleid en het mobiliteitsbeleid van Nijmegen nog weer vervelender te maken, nog weer meer automobilisten te pesten, pak nou de oorzaak van het probleem aan. En dat zijn mensen die overlast geven, niet auto's die netjes geparkeerd staan. De gemeente organiseerde een informatieavond voor omwonenden. En allereerst kijkt het college naar wat er uit die avond is gekomen, voordat er verdere stappen worden gezet. De bedoeling is dat de overlast voor inwoners op dat gebied afneemt. Dus het moment dat zij weer gewoon een veilig gevoel hebben als ze 's avonds ook naar huis komen. En als ze gaan slapen, dat er geen lawaai en gedoe is, waardoor ze niet fijn wonen. Dat is waar we met deze oplossing aan bij willen dragen.